UNICEF Kinderrechten Debattoernooi is een debattoernooi waarbij leerlingen met elkaar debatteren over kinderrechten. En de 8 beste scholen gaan door naar de finale tijdens Kleine Prinsjesdag. Dan debatteren ze met elkaar, maar ook vooral met politici over kinderrechtenstellingen. Wat verwacht je vandaag? Ja, gewoon in groepjes debatteren en zo. En ja, dat wij gewoon gaan winnen. Ik denk dat het gaat over kinderrechten. Dat elk kind zijn eigen mening mag hebben en daar ook vooruit mag komen. Bij dit debattoernooi leren jongeren hoe ze kunnen debatteren. Dus dat betekent dat ze gaan nadenken over stellingen, maar ook over tegenargumenten en argumenten voor. Maar ze leren ook hoe ze dan het beste kunnen spreken en welke argumenten ze moeten gebruiken. Dus ze leren echt hoe ze hun mening kunnen geven op de juiste manier. Tijdens het debattoernooi organiseren we ook een sprekerswedstrijd. En daar kiezen we de koning of koningin van de jeugd uit. En dat is degene die het beste kan spreken. En deze koning of koningin van de jeugd die draagt zijn of haar troonrede van de jeugd voor tijdens die finale op Kleine Prinsjesdag. Het begin was wel spannend bij de eerste debatten en ook bij de voorrondes van Koningin voor de Jeugd. En ja, later dan is het gewoon leuk, dan wil je daar gewoon mee bezighouden. Dan let je daar eigenlijk niet meer op. Dan gaat het gewoon om het lol hebben en het praten over kinderrechten. Ik doe mee, omdat het mij heel erg leuk leek om een speech te geven over een onderwerp dat heel erg actueel is en ook iets met kinderrechten heeft te maken. Want zoals er ook heel veel wordt gezegd, kinderen zijn onze toekomst. UNICEF organiseert het debattoernooi omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren over hun rechten, maar ook dat ze leren hoe ze op kunnen komen voor hun rechten en hoe ze hun mening kunnen verwoorden. De nieuwe koning of koningin van de jeugd is... Stijn! Ja! Deze dag is belangrijk omdat kinderen, zeker volgens UNICEF, hun stem moeten kunnen laten horen. En ook gehoord moeten kunnen worden. Dat politicussen daar ook bewust van zijn. Het was een spetterende dag. Ik ben zeer onder de indruk van de teams die debatteren. Want het knalde er vanaf. En dit moet zo. Want kinderen moeten het over kinderrechten hebben. En de manier waarop dat hier gebeurde, was fantastisch. We zijn nu 3 weken bezig met voorbereiden. Elke vrijdag langer op school blijven. Dagen opofferen om te oefenen. En om dan te winnen, dat geeft een te gek gevoel.